What's up boys and girls, vandaag geef ik een review over een smart light, zeg maar de WIS verlichting. Niet veel mensen die kennen de WIS verlichting, maar die kennen meer de Philips Hue als zijn de slimme verlichting. En Eeglo die heeft er nu ook eentje, dus misschien dat ik die in de toekomst ook wel een keer ga uitproberen. Maar voor nu ga ik het hebben over de WIS. Dit is de WIS en WIS komt ook in verschillende soorten en maten. Dit is een inbouwspotje, die ga ik ook nog gebruiken in een toekomstig project. Maar voor nu zal ik hem alleen laten zien hoe die werkt en wat je er allemaal mee kan eigenlijk. Dus ik ga hem eerst even uit de doos halen en daarna sluiten we hem heel even aan. Fancy boekje krijg je erbij. En dan zit hier de lamp in. Voor de rest krijg je ook te zien wat de inbouwdiepte is van deze inbouwspot. Die zit op 55 mm. 55 mm voor de inbouwdiepte is niet zo heel erg diep. Het minimale wat er nu is 35 mm. Maar dat komt omdat hij vanuit zijn eigen best wel diep is, zeg maar. Conventionele inbouwspotjes die zitten normaal rond de 10 cm. Dus daarom is 55 niet zo heel diep. En ik word hier trouwens niet voor betaald. Ik heb dit lampje zelf gewoon betaald. Want ik wil er een leuk project mee maken. Dus dat gaan we dus ook doen in de toekomst. Dit is dus het spotje. Hij geeft ook aan dat hij IP65 is. Dus dat wil zeggen dat hij goed waterdicht is. En dat hij eigenlijk zelfs boven de douche kan hangen. Dat komt omdat er hier aan de achterkant een rubberen ring zit. En die rubberen ring die sluit eigenlijk als het ware het water af. Dus het moet wel zo zijn dat als die bijvoorbeeld in het plafond zit. Dat het rubber het kan afsluiten. Want stel dat jij hem zo ergens neerzet. Dan kan hier natuurlijk overal het vocht nog in komen en dan is hij niet IP65. Dit is de transformator, dus die ga ik heel even aansluiten en dan gaan we even kijken wat hij kan. Hier heb ik stroom, er staat nu geen stroom op uiteraard. Er staat ook netjes op omschreven welke de fase en welke de nul is. Je ziet hier vier ingangen, dus dat wil zeggen dat je met twee snoertjes naar binnen kan komen. En dat er nog twee andere aangesloten kunnen worden. En die geeft de stroom zeg maar gewoon door. Dus dat is wel het makkelijkste. Het kan trouwens zijn dat het beeld en het geluid iets anders is, want ik schiet nu even vanaf een andere telefoon. Omdat ik zo meteen even met mijn telefoon de stappen ga doornemen van de WIS-lamp. En zoals ik bij het vorige filmpje al zei, ben ik mijn camera eventjes kwijt, omdat die terug is naar de winkel. Omdat die mankementen vertoonde. Zo. Er zit hier ook altijd een kapje op. En dat kapje die drukt eigenlijk als het ware je kabel van je 220 volt tegen, die drukt hem eigenlijk klem. En dat is ook gelijk je trekontlasting. Dus stel dat er hier een keer een harde snok aan wordt gegeven, dan wil dat niet zeggen dat gelijk die snoeren eruit gaan, tegen elkaar aankomen en kortsluiting maken. Dus het is gelijk je trekontlasting zoals dat heet. En er staat hier op de doos dat hij ongeveer 30 seconden dat je de tijd nodig hebt om hem aan te sluiten. En er staat hier ook dat je hem on en off 3 keer moet doen. En dan komt er een blauw lampje en dan gaat hij wit. Dus ik pak heel even mijn telefoon erbij en dan kunnen we zien wat je moet doen om hem aan te sluiten. Als je de WIS hebt opend, dan staat er dus WIS inderdaad. Er staat bij nieuw huis, neem deel aan een huis of heb je al een WIS-account, log dan in. Nou, ik heb nog geen WIS-account, want dit is de eerste WIS-lamp die ik heb in ieder geval. Dus ik druk gewoon op nieuw huis. Geef je huis een naam. Wat is een mooie... Wat staat er nou? Een fris nieuw huis voor je WIS-apparaten. Geef het een naam. Pierre. Bewaar. We gaan een WIS-huis aanmaken. Kamer toevoegen. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, we zeggen even dat dit de vliering is. Gewoon omdat het de stomme naam is. En dan maak ik er zolderkamer van. Bewaar. Er is nog geen WIS-lamp in deze kamer. Een apparaat toevoegen. Wat voor apparaat wil je installeren? Een lamp. Even kijken. Voer je wifi wachtwoord in, zorg dat je een 2,4 GHz netwerk gebruikt. En ik zit nu volgens mij op de 5. En ik moet dus de 2,4 hebben. Voer even het wachtwoord in en ik sluit hem even over op de 2,4 GHz wifi. Want hij pakt hem namelijk niet op je 5 GHz.
Oké, mijn telefoon die ziet nu weer terug op de Bamiballen 2. Bamiballen. Ons wifi-netwerk heet Bamiballen. Jeetje, Mina. Even kijken, voer het wachtwoord in van je wifi-netwerk. Nou, doen we ook nog even. Doorgaan. Schakel je lamp uit, schakel je lamp in en tik op start. Maar hier staat dat ik hem onder nog 3 keer moet doen. Nou, we kijken wel even. Nou, nu is die blauw en daarna gaat hij waarschijnlijk over naar wit of zo, zegt hij. Nu druk ik op start. Hij is nu aan het zoeken naar de lamp. Afronden, want ik zie hier dat hij hem gevonden heeft. Gelief. Het is een lamp gelief. Maakt niet uit. Nou, wat doet hij? En dan kan je hier kan je alles zetten. Dus ik kan hem overzetten naar koelwit. Je kan hem terugzetten naar heel warm wit. Je kan hem dimmen. Oh ja. Dus dat is ook wel netjes. Je kan hem gewoon uitzetten. Dat duurde lang. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Gaan we terug aan. Dat doet hij ook. Maar je kan dus eigenlijk ook nog meer doen. Dus eigenlijk is dit een beetje de voordeligere vervang. Voordeligere is geen woord. Eigenlijk is dit de goedkopere oplossing van de Hue van Philips. Philips Hue heeft namelijk wel een, ja, hoe zeg je dat, een grotere naam eigenlijk opgebouwd. Omdat ze overal in de reclame zitten. Dus ze gooien gewoon een flinke smak geld naar reclamebedrijven toe om zo groot mogelijk te worden. En Wiz is eigenlijk een beetje het kleinere broertje wat in het hoekje is gegooid. Maar in principe kan die eigenlijk alles net zoveel. Dus hier kan je ook scènes aanklikken. Er zijn nog geen scènes opgeslagen voor deze kamer. Nou, dan doe je schema. Kies de gewenste modus voor wanneer u het licht aandoet op het moment van de dag. Oké, dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga volgende week op vakantie. En even zien. Jeetje, Mina. Oh, hier, plusje. Dan kan je een event een naam geven. En dan doe je bijvoorbeeld... ja, ontbijt. Gereed. Nou, het ontbijt begint hier in huis om 6 uur of zo. Om 6 uur. Waar is die 0? Hier. En dat doen wij dan, even kijken, dinsdag, woensdag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag niet. En kamer is dus de zolderkamer. Actie is... knus, helderheid, gewoon op 100%, preview, en dan laat hij dus nu zien, voorbeeld van 5 seconden, hoe die er dan uitziet. En een einde is ook, en hij eindigt over, zeg maar een uur doen, bingo, dus om 7 uur, dan gaat hij gewoon weer normaal. Dus wat we dus nu hebben, is dat hij iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, gaat hij om 6 uur, springt hij gewoon automatisch aan. Op een warm en knus lampje staat er ook bij. En hij gaat om 7 uur gaat hij weer uit. Want dan gaat iedereen douchen. En daarna gaat hij gewoon weer uit. En je kan dus ook kiezen. Dus je kan dus ook nog meer van die geplande presets doen. Dus dat hij bijvoorbeeld vanaf 7 tot aan 9. Dat hij gewoon echt fel licht geeft. Omdat je dan alles wel aan het klaarmaken bent. Je bent aan het douchen. Noem het allemaal maar op. En dat hij om 10 uur uitgaat. Of om 8 uur uitgaat. Of om 9 uur. Omdat je dan gewoon het huis uitgaat. En dan hoort hij gewoon uit te staan. Mocht jouw dag er dus in principe iedere dag hetzelfde uitzien. Stel dat jij iemand bent die van 9 tot 6 werkt. Iedere dag. Nou, dan kan je hem dus gewoon netjes instellen. En dan ja, hoef je eigenlijk niet meer iedere keer je lamp aan en uit te zetten. Of te dimmen. Of noem het allemaal maar op. Wat ook handig is met deze lamp. Kan ik helaas niet laten zien. Is dat hij ook werkt op Amazon Alexa. Google Home. En hij werkt ook met de Apple HomeKit. Dus dat is ook wel fijn. Ja, je kan hem dus ook in principe allemaal kleurtjes zetten. Even kijken. Aangepaste kleur. Nou, dan kan je hier kiezen. Yellow, lime, blue. Mauveous. Scarlet. Witch haze. Chartreuse yellow. Aqua. Spring green. Je kan dus allemaal dingetjes doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook zetten dat hij op feest moet gaan. Nu staat hij op feest. Nou, je kan wel zien, je kan hem ook nog sneller zetten. Ja, dit is echt feest. Hier ga ik echt hard op.
Ik heb het licht heel even gedimd, of in ieder geval uitgedaan, zodat jullie kunnen zien wat er nou echt op doet. Nou, dit is dus inderdaad de feeststemming. Welkom in de feesttent. Maar we kunnen ook doorgaan naar... Even kijken hoor, wat is dit allemaal, jongen? Hier zelfs wakker worden en bedtijd. Kerstmis. Ja, dit doet me echt denken aan kerst. Halloween. Gaat hij dan ook schreeuwen? Zeeduik. Dan gaat hij een beetje over op de blauwe kleuren. Even kijken. Je kan zelfs ook gewoon de normale wit tinten doen. Daglicht. Hey! Dit is wat warmer wit. 2200, dat is gewoon flame. Maar je kan hem ook zetten op cool wit. Dat is voor werk. Ja, kamers eigenlijk meer geschikt. Plantengroei. Dat is vet. Dus als die plantengroei doet, zo de knetter, dan doet hij eigenlijk blauw en rood samen, waardoor je een beetje een paarsige gloed krijgt. En die blauw, dat zorgt voor de groene stengels, dat die sneller groeien. En de rood zorgt ervoor dat knoppen of bloemen zelf of vruchten en fruitsoorten, dat die sneller groeien. Waarom ik dat weet, geen idee, maar dat doet er niet toe. En dat was het eigenlijk wel een beetje. Dus je kan eigenlijk van alles en nog wat doen. Hier staat nog een keer club. Even wachten hoor. Ik doe heel het licht weer eventjes aan. En dan zal ik nog even kijken of hij misschien nog iets anders kan. Nou ja, vakantiemodus kan die dus ook. Dus je kan hem, stel dat jij op vakantie gaat, dan kan je bijvoorbeeld ook verschillende kamers doen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen dat als jij 4 van deze lampen hebt, in iedere kamer 1, dat die tijdens een vakantie op een maandag... de zolder eerst 2 uur brandt, daarna in de woonkamer 2 uur, daarna in een slaapkamer 4 uur. Zodat het net lijkt alsof er iemand in ieder geval thuis is. En dat kan dus ook met de Hue van Philips. Even kijken, wat staat er nog meer over? Accessoires, nou ik heb geen accessoires. En zo kan je dus eigenlijk ja, meerdere kamers toevoegen en dan... Ja, dan is heel je huis eigenlijk slim. Ja, ik kan nog even kijken wat er extra op de doos staat. Plug and play voor de wifi, dat klopt inderdaad. Het voordeel van deze is ook dat je geen bridge nodig hebt. Dat heb je bij de Philips Hue dus wel nodig, dus er zijn extra kosten. Deze kosten normaal gesproken rond de 50 euro, dacht ik. En als je bij Philips dus die bridge nog bij moet kopen, dan zit je misschien op de 100 euro. Nou, er staat ook bij dat Mom, Dad en Jolie het kan gebruiken. Geen idee wie Jolie is. En even kijken hoor, 80% energiesaving. Nou, dat komt omdat het gewoon LED is. Dat is helemaal geen probleem. De CRI, oftewel de Color Rendering Index, die zit op 85. Op 4200 Kelvin. En nou is volgens mij een 60 watt gloeilamp. Zit volgens mij op 100 met de CRI waarde. Nou, dat was het eigenlijk wel een beetje. Dit is dus de WIS-lamp. Misschien dat ik er in de toekomst meer ga kopen. Gewoon heel het huis vol stouwen. Toch, schat? Nee. Oké. En in de toekomst ga ik hier dus een mooi projectje mee maken. En dat zal zijn een wandlamp of een plafondlamp. Gemaakt van zwarte Shaozugiban hout. Wat ik dus ook voor de tuinbankje heb gebruikt. Die laat ik jullie even hier zien. Want dat vind ik gewoon super tof. En ja, dan gaan we kijken of we die ergens in huis kunnen plaatsen. Dit was het voor nu in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Dit was het. Ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. En dus zeker in ieder geval een ontmoeting met WIS hebben gedaan. Want er zijn nu 3 jongens in het spel. En dat is de Eglo Smart Light. Maar die werkt op Bluetooth. De WIS die werkt op wifi. En de Philips Hue die werkt ook op wifi. En de Eglo die zijn best wel goedkoop nog. Alleen als je dan ook op de wifi wil zitten. Als je dan ook op de wifi wil zitten. Dan moet je een extra, ja, ook een soort van bridge kopen. En dit is dus eigenlijk het meest gemakkelijk. Want als jij gewoon een normale lamp hebt, die draai je gewoon ergens in. Duurt hem 2 of 3 keer, zet je hem uit. Je paart het en het is gewoon klaar. Je hoeft niks meer te doen. Dat was het. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.